De partij Lahoer heeft in verband met haar 21ste jaardag een partijraadsvergadering gehouden. Dit vond afgelopen zaterdag plaats in het PL-centrum te Beekhuizen. PL-ondervoorzitter Andy Admodi Mejo haalde aan dat de partij veel aandacht zal besteden aan de jeugd. Hij gelooft dat wie de jeugd heeft, ook de toekomst heeft. Admodi Mejo zei dat PL het sport- en jeugdbeleid zal aanpakken en ervoor zal zorgen dat de juiste besluiten genomen worden. Deze doelgroep zal goed gefaciliteerd worden, zegt Admodi Mejo. Wanneer wij praten over de jeugd, dan praten wij over investeren in de toekomst van Suriname. Wanneer wij praten over de jeugd, dan praten wij over het bewustmaken van normen en waarden die gelden in een geciviliseerde omgeving of een samenleving. Wanneer wij praten over de jeugd, dan praten wij over het herkennen en ontdekken van talenten. Wel jeugd, begin uw talenten te wijzen, zodat wij u kunnen ontdekken en zodat wij u ook kunnen gebruiken in de politiek. De partij Lahoer zal aandacht besteden aan u. De partij Lahoer zal zich sterk maken dat er programma's komen waar de jeugd structureel zal gaan moeten bewegen. Dit werkt preventief voor de gezondheid. Ik denk aan een stukje overgewicht. Men noemt het obesitas. Talentherkenning en talentontwikkelingsprogramma's moeten ontwikkeld worden. Dit soort programma's moeten door alles heen een structureel karakter hebben en geen ad hoc situaties. Wij ouderen moeten ervoor zorgen dat wij als rolmodellen kunnen optreden voor onze jeugd, zodat wanneer wij zij ouder worden, zij dat ook kunnen doen voor hun nageslacht. De PDO en Nieuw Suriname hebben onlangs aangegeven onder de vlag van PL verder te zullen gaan. Willy Sumita van de KTPI zei dat deze samenwerking het gevolg is van de roep voor eenheid uit diverse delen uit de Surinaamse gemeenschap. We willen met deze eenheidsbeweging gedachten natuurlijk de volk bij elkaar brengen. Alleen maar door de nationale eenheid, door de nationale saamhorigheid van het Surinaamse volk, ontstaat er vrede en rust. Daarom zeggen wij ook dat de nationale eenheid, broederschap en harmonie het gevolg zullen zijn naar rust, vrede en rust. Alleen door vrede en rust, door die nationale eenheid, zullen wij dit land tot ontwikkeling brengen. Alleen door die nationale eenheid en saamhorigheid zullen wij met ons allen welvaart brengen voor dit land en welzijn brengen voor dit volk. KTPI-partijleider Willy Sumita was dat. Hij sprak afgelopen zaterdag in het PL-centrum te Beekhuizen in verband met de 21ste verjaardag van PL.